31 maart 2021. Okay, we hebben een lekkere barbell workout voor jullie vandaag. En we beginnen natuurlijk eerst wel met een warming-up. Warming-up, 8 minuutjes, 10 keer air squat. Denk even goed aan de positie, voeten goed strak op de grond, knieën goed naar buiten, borst openen. Ja, en dan zak je onder 90 graden. Fijn. Vervolgens doe je 10 inchworms. De inchworm begint rechtop en eindigt rechtop. Dan zit je met gestrekte benen, dat is echt heel op, zie je het? Zit je dan op de grond, dan loop je uit naar voren tot hier. Loop je weer terug, met gestrekte benen kom je weer rechtop. Vind je dat moeilijk, zet dan je voeten iets bij je. Dan is het namelijk makkelijk om bij de grond te komen. Ja. Pro tip. Vervolgens doe je down-ups. Je mag je stappen. Hop. Of je mag ze springen. Maar zorg wel echt dat je in een plankpositie onderin komt. Hè? Dus hier. Boom. Plank. En niet hier. Goed. Ook 10 down-ups. Dus 10-10. En tot slot doe je 10 scap push-ups. Waarbij het echt super belangrijk is dat je dit beweegt naar je schouder. Dus plankpositie. Schouder beweegt. Elleboog blijft recht. Zie je? Het is echt alleen maar door je schouders heen dan. Zo ver als je kunt. Yes, deze 4 oefeningen, 8 minuten lang. 10, 10, 10 en 10 herhalen. Vervolgens gaan we even het krachtgedeelte doen, dat is push-up. En de push-up doe je op tempo. Je doet 3 sets van 10 herhalingen met 3 seconden zakken. 2 onderin. Dan explosief omhoog en 1 bovenin. Het ziet er zo uit. 1, 2, 3, 1, 2. Explosief. 1, 1, 2, 3, 1, 2. Explosief. 1. En dat is voor 10 herhalingen met 90 seconden rust tussen je sets voor 3 sets in totaal. Daarna doe je met een buddy doe je een workout. Dus jij hebt je op je eigen matje, je buddy ook op zijn eigen matje. Maar je verdeelt de volgende reps zoals jij dat zelf wil. Het handigste is natuurlijk om gewoon allebei de helft te doen. Maar je mag het zelf uitzoeken. Ja, dus je mag bijvoorbeeld als je buddy meer moeite heeft, mag je een paar reps even voor hem doen. Of haar. Wat gaan we doen? We doen 20 deadlifts. Dus deadlift is deze. Hier vandaan. Hierheen. Ja, en zorg dat je hier recht bent. Je hoeft niet dit te doen, dat is nergens nodig. Gewoon rechtop. Dan weer hierheen. En dan weer omhoog. Ja? Als je geen platen eraan hebt zitten, is het gewoon onder de knie en dan weer omhoog. Met platen eraan, gewoon de grond aan tikken natuurlijk elke keer. Oefening 2 is 20 power snatches. Een power snatch is brede grip, ja, breed. Buiten de ringen zeg ik altijd. En daarna ga je naar een startpositie, kom je omhoog. Pull, pull, eronder en strek. Yes, komt weer terug. Tik de grond aan. Yes? Goed zo. Probeer bij die snatch op te letten dat je voor je voet blijft. Dat je borst open blijft. Hit hem in je heup. Pull omhoog langs je lichaam. En snel eronder. Wel even afmaken die beweging. Want dit is de eindpositie en niet dit. Dus goed uitstrekken. Dan gaan we door naar de front squat. Ook die doe je 20 keer. Als 20 voelen. Hop. Hop, op die manier. Elleboog goed hoog houden. 20 totaal. Dus jij 10 en je partner ook 10. Dan heb je er al 20. En dan hebben we als volgt de push jerk. En de push jerk is hier vandaan. Zakken, strekken, boem, eronder. Vind je dat nou niet, of vind je dat nou niet zo makkelijk? Of heb je niet de mobiliteit in je schouders? En heb je dat ook getest bij ons? Zorg wel even dat je push press maakt. Zakken, strekken, strekken. Dat is een push press. Dus zak, strek. Of zak, strek en eronder. Dat is push press. Push jerk, sorry, de laatste.
Dus, nog één keer. Push jerk. Push press. Ja, dit is iets eenvoudiger en veiliger. Tot slot, doe je samen 200 meter rennen op 1,5 meter afstand van je buddy. Dat is naar de paal en terug. En dit doe je 14 minuten lang. En dan is het tijd om, en dan doe je nog even een cooling down. Dat is deze. Hier vandaan, lekker zo. Child's pose. Daar twee minuutjes vast. En Sessa voor vandaag. Heel veel plezier ermee. En we zien jullie snel.